Wat is uw rol bij het ontwerp van het Binnenstadsplan? Ik heb samen met de gemeente gewerkt, samen ook met het projectteam van Roelofs, aan dit ontwerp wat we hier naast ons hebben hangen. Dat begint met een schetsontwerp, hè, dat je van heel grof naar heel fijn gaat werken. Alle facetten die erbij komen kijken, dat je daar goed doordacht over gaat nadenken en op tekening verwerkt, zodat het ook goed uitgevoerd kan worden. En daarbij ook rekening houden met het beperken van zoveel mogelijk overlast, als dat mogelijk is. Kunt u aanwijzen in welke fase er op dit moment gewerkt wordt? Ja, dat kan zeker. We zijn hier voor het pand van Niels. Zijn we op dit moment, of afgelopen week eigenlijk, gestart met de werkzaamheden. Het straatwerk is eraf gehaald. En we zullen binnenkort weer beginnen met het aanbrengen van de nieuwe bestrating op het plein. En we zijn, als ik hier naartoe ga, bij de Rosa Luxemburgstraat, Clara Zetkindstraat, op de hoek zijn we bezig. Daar wordt een zinker aangebracht waar kabels en leidingen in de toekomst onder de haven door zullen lopen. En nou, vervolgens, nadat we hier bij Niels de meeste werkzaamheden hebben verricht, dan zullen we naar beneden gaan, de Wierdense Straat. En vanuit de Wierdense Straat zullen we de corridor naar het Marktplein hier werken. Nou, en aan omstreeks de bouwvak is dit hele gedeelte is gereed. En na de bouwvak pakken we eigenlijk de Rosa Luxemburgstraat op en de Clara Zetkindstraat. Wanneer begint u met de havenkom zelf? De havenkom zelf zullen we ook aankomende week eigenlijk mee beginnen. Dan worden de eerste damwanden geslagen in deze contour van eigenlijk de nieuwe havenkom op het Marktplein. En vervolgens, nadat die damwanden zijn aangebracht, zal ook gestart worden met het metselwerk. Maar dat zal enkele weken later zijn. Het water, daar komt daar net langs gelopen. Ja, maar krijg je dan een voetpad aan beide kanten? Nee, dit water dat komt hier zo tegen de gevel aan te liggen. En de helft van de straat van nu, zeg maar, hè, dus ongeveer 9,5 meter breed, is dat water straks. Dat is ongeveer de helft van de straat van wat het nu is. Door het water terug te halen, dat is een goede zet. Dat is destijds met het creëren van de jachthaven, heeft destijds ambtenaar die dat heeft bedacht, heeft een goede zet gedaan. En dat trekken ze nu door tot in het centrum, tot de plek waar het ooit vroeger was. Ja, afgelopen week hebben we de informatieavond georganiseerd en die is eigenlijk goed bezocht. Maar ook gewoon mensen die je tegenkomt hier op straat. Ze zijn allemaal heel nieuwsgierig van hoe gaat het worden, wat gaat er komen. Daarom ook dat deze middag, ochtend, dus middag georganiseerd is om de vragen die daarover leven, om die te kunnen beantwoorden. Maar je merkt wel dat de belangstelling groot is. Iedereen die ziet uit volgens mij naar een mooi nieuw centrumdeel van Almelo.